Hi, leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we bij de Oriental gaan we hotpot spulletjes halen. En dat ga ik je vandaag laten zien. Je hebt dus echt bijna alle spullen voor hotpot op één plek. En hier heb je dus alle hotpot soepbees. Deze vinden we heel lekker voor deze. Nu deze. Deze met de lobster. Ook een minder hete of niet echt? Deze van de deze gewoon die tomaten. Deze is voor mensen die het niet zo chill vinden als je te heet eet. Te peper, want deze is dus helemaal niet peper. Deze is goed voor Nikki. Voor hotpot vind ik champignons echt het lekkerst. En daarom neem ik altijd echt veel verschillende soorten champignons. Echt 3 verschillende soorten. Dan heb je hier de kleine, dunne. Mushrooms. Deze vind ik het lekkerst. Hoeveel zal ik nemen? 3 stuks. Dan vind ik deze heel lekker. Deze zijn iets dikker. Ik neem er 2 stuks van. En dan de oester mushrooms. Deze zijn ook top. Dank u, Jessie. Oké, hier heb je dus verschillende soorten soepballetjes. De meeste Indo's kennen dit wel van Bami Basel. Maar je hebt dus beef, je hebt varken en je hebt ook visballetjes. Maar nu gaan we een hotpot maken met alleen maar beef. Want de laatste tijd lusten we meer beef dan andere dingetjes. Dit is dus pork. Maar we hebben net de laatste beefballetjes genomen. Dit zijn echt speciale noedels voor hotpot. Japanse ramen. Deze nemen we altijd. Eentje is genoeg, toch? Je hebt ook dikkere. En nog dikker. Maar deze vinden wij het lekkerst. Deze is nog dikker. Dit is... Oh, hij is in de aanbieding. Wat je ook echt moet hebben is sesamolie. Want dat is dus echt nodig voor als je de dippingsaus gaat maken. Ik neem altijd gewoon zo'n grote fles gelijk. Maar je kan ook van die kleine blikjes nemen. Alleen die zijn wel iets duurder. Die moet je dus mengen met oestersaus. En dan ook nog eens met knoflook en bosuim. Wat dus al klaar is, dit hoef ik niet meer te snijden of wat dan ook. Aan deze kant heb ik dus mais, broccoli, die mushrooms, bosui, nog meer champignons en chop suey, mini pak suey. En die moet ik dus nog allemaal snijden. Dus nu kan je alles zien op volgorde wat ik heb. Ja, perfect. Dankie. Ik ga het gewoon zo weer. Dank je.
Thank you.